Jan en Rosanne op nummer 174. Ja, eind 2007 even een groot hit. En wat blijkt, het heeft meer opgeleverd. Want in 2007 zijn er dubbel zoveel meisjes geboren met de naam Rosanne. Ja. Dat heb je dus te danken aan Nikke Simon. Of was de grootste piek van de namen Rosanne in eind jaren 80. Dat kwam denk ik door de televisieserie Roseanne. Oh. Weet je nog, het Roseanne Barr. Ja. Nou ja, dat... Die overigens vandaag de dag nog steeds van zich laat horen. Maar dan is ze vaak nog negatiever. Ja, die twittert zich op een rechtsextremistische manier.